Bij ons in Zierikzee wonen er 15 bewoners. Iedere bewoner heeft een andere zorgvraag. Dat kan per dag verschillend zijn. Ik zeg ook wel eens, achter iedere deur schuilt een eigen verhaal. Je leert de bewoners steeds beter kennen, maar nog steeds weet je niet wat je elke dag te wachten staat. Soms begint de dag heel erg rustig, maar kan het door iets wat escaleert weer heel anders zijn. Je moet dus in het werkveld heel flexibel zijn en jezelf kunnen aanpassen. Ik dacht dat ik dat echt heel erg verschrikkelijk zou vinden, maar achteraf blijkt dat juist heel erg leuk te vinden. We ondernemen veel met de bewoners. Zo doen we boodschappen met hen en gaan we mee naar afspraken. Bewoners hebben vaak geen familie om dit soort dingen met ze te doen. Laatst kreeg ik een compliment van zo iemand die zei dat hij ons als familie zag. Ja, dat is echt het grootste compliment wat je kan krijgen.